En dan ja, de dag daarachter verjaarde mijn vader de nacht zijn december. En het eerste dat ik hem kon gaan vertellen is van ja, de club is weg, de club is failliet. Welkom in Café Tilt. In de schaduw en de luwte van het Mechelse Vrijbroekpark reconstrueren we samen met een geel-rood elftal de woeligste periode uit de clubgeschiedenis van de Maliwa. De redding. Vandaag keren we met een diehard supporter Gunther Engels terug naar het moment van de vereffening. Exit-voorzitter Willy van de Wijngaard en zijn vrouw Rosie. De club is op dat moment op sterven na dood. Als je KV Mechelen kent, we zijn al sinds ons bestaan een liefploeg geweest. Dus van een aantal goede jaren, een aantal slechte jaren. Tussen eerste en tweede zijn we heel veel keren op en neer gegaan. Ja, de Willy die had zo'n beetje zijn droom gezien in Mechelen. Die wou er ook een grote club van maken. Natuurlijk zijn er heel veel foute mensen bij hem terechtgekomen. Die heel hard van hem geprofiteerd hebben. En die alles ten gronde hebben gedragen. En dat is we zagen dat stuk voor stuk gebeuren. We hadden zo in het tussenseizoen zo'n bijkomende supportersgroep opgericht, de Originals. En het seizoen was een paar wedstrijden bezig. Was er de zekere manager toen, Luc Verheij. Die wou de harde kern spreken in verband met de problemen die op de club waren. Dus die heeft dan met ons afgesproken in een café in Mechelen. Dan heeft hij alles uit de doeken gedaan wat de plannen waren, hoe slecht dat de club ervoor stond. Wij zijn dat toen als groep direct op ingesprongen. En ja, toen merkte van dat het serieus bergaf aan het gaan was met de club. Dat er van alles aan het gebeuren was. We hebben dan ook overal onze contacten gezocht om echt te weten hoe dat alles in de vork zat. Allee, dat het alles in de plooi lag. En dan hebben we toen onze beslissingen genomen om op een bepaald moment bepaalde dingen te doen. Wat dan uiteindelijk de vereffening van verder gekomen is ook. Op die moment gingen we heel ver voor de club, heel ver. Want we hadden bepaalde acties gegeven. De moment dat Willy zijn ontslag moest aanbieden, was het ook de bedoeling als er toen op de vergadering het niet gebeurde. Want wij wouden dat niet, maar op die moment moest Willy weg, het ging niet meer. Die wist van geen hout pijlen meer maken, die was van alle manoeuvres nog een toon dat je zegt, nu moet het stoppen, want dan kwam de club nu met een gode. Het was al op sommige vlakken al een beetje hilarisch aan het worden, maar toen was het wel extreem aan het worden. En we hebben toen ook een bepaalde actie gedaan, s'nachts naar het stadion gegaan. Ik bedoel, we hadden dat spandoeken opgehangen, maar er hingen dan zo'n twee kleine touwtjes. Op een bepaald moment trekt dan die touwtjes en dan kwamen die spandoeken te vuist gaan. Dan hing er Tony in de lichtpalen, Tony op het oud chalet denk ik, en dan nog ergens in. Want Tony zei, beginnen flippen tot en met. Die spandoeken moesten weg en we hadden de politie opgetrommeld, maar de politie zag dan natuurlijk wel niet zitten wat dat te doen. Omdat ja, iedereen was op die moment al gespannen. En we zijn zo nog wat meer ruzie te gaan maken voor een paar spandoeken. En toen is het wat beginnen keren en toen nou, Willy dan toch zo'n ontslag gegeven. Willy heeft dat veel te laat gezien. Die heeft zelfs tot de laatste snik heeft hij nog reddingsboeien gezocht, maar hij heeft, toen hebben er ook mensen op hem gepraat om te zeggen van, dat hij het moest loslaten. Zelfs nadat hij ontslag genomen had, dat hem zogezegd afgezet was, heeft hij nog bezig gebleven voor de club toch iets te redden tot de nacht van 6 op 7 december. En dan is het echt de beslissing van het laatste strohalm is definitief weg. En toen hebben de resterende mensen van de VZW de vereffening uitgesproken. Een echte verrassing kan je de aankondiging tot vereffening niet noemen. De laatste weken werd immers duidelijk dat er zich niet meteen een horde kandidaat-overnemers voor de Mechelse club aandiende. De piste A de Mos leek lange tijd de belangrijkste en ook de enige. Maar toen de Nederlander met harde valuta moest bovenkomen, haakte hij, om voor de club nog steeds onduidelijke redenen, af.
Het crisisbestuur kon gisteren na een laatste algemene vergadering van de VZW dan ook niet anders dan de handdoek gooien. Ik vind dit bijzonder spijtig. Het raakt mij persoonlijk. Ik heb gedurende deze maand zeer hard gewerkt om te trachten van dit te vermijden. En ik vind het bijzonder spijtig dat ik daar niet in gelukt ben. Dus die nacht zijn we te weten gekomen dat de laatste stroalm afgesprongen was. Dus omdat ik wist dat het, wat er ging gebeuren, ben ik direct 's morgens naar de club gegaan. Omdat de club open was, de jongens waren in tranen voor de wedstrijd tegen Gent. Een dag erachter. En dan overal beginnen vragen en doen en links en rechts en te weten hoe het allemaal in de gang ging gaan. Een club gaat in verheffing, ik wist ook niet wat dat inhoudt. Lopen er dan nog daar mensen rond? Ik dacht daar ook veel mensen te zien, een beetje de schuldigen. Langs de ene kant, dat je mensen kon confronteren met die een en ander. Natuurlijk, die waren daar natuurlijk niet te zien. Die kwamen ons gewoon allemaal in het laatste tentoon. Maar ja, zij wisten al, de club gaat in verheffing. En voor de rest treften zij zo gezegd van niks schuld. Dus stuk voor stuk zijn er nog meer en meer supporters gekomen. Niet echt heel, heel veel. Omdat ook de meesten nog niet echt wisten wat er echt aan de gang was. Tegen dat de verheffing er was, dan... Zeker van onze groep was er bijna iedereen aanwezig ook. Dan moet ik de confrontatie aangegaan in zoverre dat we konden. Omdat ja, langs de ene kant, voor ons is dat ook een ver van ons bed. Ja, we hebben niet eens gehad de club in verheffing. Je moet maar volgen, je moet maar zien wat er gebeurt. Je probeerde maar hier en daar wat informatie te krijgen. En, sommige mensen hadden meer gehoopt van mensen tegen te komen voor meer uitleg te krijgen. Ik had hem toch wel gehoopt dat er nog een paar sterke mensen binnen KV zouden rechtstaan die dat toch nog een beetje risico wou nemen. Maar dat blijkt niemand niet meer te willen doen. Buiten Ione, maar die was dan niet groot genoeg. En dan merk je dat je gaat daarin mee, je wordt daarin meegezogen, je hebt weinig keus, je bent ook maar een supporter. En het enige dat wij dan ons mee bezig hielden is van een beetje de schuldige vinden. Dat was het dan of wat? Fuckers! We hebben het van dag 1 aangepakt. Ik bedoel, op het moment dat we wisten wat er ging gebeuren, zijn we toen in groep naar de Willy thuis gereden. Toen had Jacques Vermeijden ons nog verklapt, die had al in paniek de politie gebeld dat er kwijt niet veel auto's voor de Willy zijn deur stonden. Dus ja, 2 minuten later, ik wist niet dat de politie zo rap kon zijn, zelfs die van Keerbergen, 2 minuten stonden die er al. Dus dan hebben we uitleg gaan vragen van wat er allemaal aan de hand was. En Willy had ons gewoon zo kwaad mogelijk wat geantwoord. Wij weten heel veel, omdat we toen bij de nodige mensen ons oor te luisteren gelegd hebben. Letterlijk en figuurlijk. Want toen de nacht van 6 op 7, als Willy met zijn laatste reddingsplan nog bezig was, lag de telefoon open en hebben we kunnen meeluisteren wat er binnen gezegd werd. Dus alles dat er ging gebeuren, ja, wij zaten er bovenop. Hè. En wij lieten ons zomaar niet afschepen met een paar woorden. Als er iets moest gebeuren, gebeurde dat. Ongelooflijke slag. Dan nog net voor Kerstmis en Nieuwjaar. Dat is verschrikkelijk. Wij hoopten eigenlijk dat derde klas nog een beetje de redding zou zijn. De hoge loonkostenweg van de spelers. Enkele spelers dat dan zouden vertrekken. En eventueel verder gaan met een propere lui. Maar we vrezen dat het zelfs nog erger gaat zijn. We vrezen zelfs nog vierde provinciaal. Of zelfs helemaal weg. Dat is eigenlijk de vrees dat nu bij de supporters is. Ik heb alles meegemaakt met de club. Milaan, Straatsburg, alles naar tweede klas. Ik kom 7 van mijn 7 jaar. Ik vind dat een echt schande dat KV zo moet verdwijnen. Ik vind dat heel erg. Want ik zou zeggen, Willy, die mensen hebben heel veel gedaan, veel te veel gedaan. Maar op een bepaald moment moest Willy weg. Het nadeel, ik zou zeggen, Willy was een grote weldoener. Die had de club al het geld gegeven dat het nodig had. Natuurlijk had hij als gezonde persoon het heel veel mensen die van hem profiteren. En bij mij de grootste doodtoner geweest is Atomos. Die heeft alles gedaan voor... Die kwam zo gezegd gratis werken. Van hem zo veel geld af te troggelen. En een systeem is in de C-kern. Dat was, iedereen dacht dat hij zag dat geen gratis in, maar dat hij echt de club ten gronde gebracht. We hebben ooit van een speler de Sumno. Dat is een verhaal dat wij uit goede bron weten. Die is 2 keer betaald. Het eerste geld was zogezegd verdwijnen en die hebben we 2 keer moeten betalen. We die toch kunnen
te kunnen aanwerven. Ik zou zeggen, het was niet alleen de mos. Tot iedereen besefte hoe goed dat de Willy was en iedereen profiteerde van. Ik zou zeggen, iedereen stal op zijn niveau binnen Kavenmechelen. Ja, het nadeel is dat hij alles gegeven had dat hij had en er nog niet gekomen. Voor de Mechelse KV-supporters is de vereffening het doemscenario waar men liever geen rekening mee had gehouden. Voor de supporters was KV Mechelen hun leven. De meest gestelde vragen waren dan ook, hoe heeft men het zover laten komen? En vooral, wat nu? Nu dat KV Mechelen, nu hun Maliwa, niet langer meer bestaat. 24 seizoenen dat je hier constant gestaan hebt. Mijn ouders zijn er, ik moet nu mijn vader gaan vertellen dat... Ik kan het niet, echt waar. Morgen. Ik kan mijn vader niet vertellen dat de club kapot is. Dat kan ik niet. En dan ja, dat ik daarachter verjaarde mijn vader de nacht in december. En het eerste dat ik hem kon gaan vertellen is van ja, de club is weg, de club is failliet. Je moet dat gaan overbrengen. Ik weet niet, als je dat overbrengt, zeg ik, ja, vader, de club is in vereffening. Oh, wat is dat, wat is dat? Ja, dat gedaan is. Allee, maar dat is misschien nog niet weg, dat we kunnen... Allee, ja, dat moment dat je dat gevoel voor je eigen... Maar als je dat moet overbrengen, denk je van, ja, het is game over. Die gaat nu niet meer naar de voetbal zien, hij is hier al avond, dan ook niet meer te benken. Maar die kan dat gewoon niet aan. Want ik heb al een paar keer met hem zo eens geprobeerd op tv te kijken. Ik heb daar schrik van als ik daarbij zit, want ik denk, ja, ik zeg, die is een beetje krachtenmeet. Die kan zich zo nog in arbiters druk maken en dit. Hè. Dus dat zit zo in hem in, die kan zich zo innerlijk ook kwaad maken in zaken. En ja, je merkt dat hij zei dat niet veel en dan weet je hoe laat dat is. Hè. Dat is echt, we zijn niet in tegen dezelfde daarin. Bij mij start voetbal bij KV Mechelen, nu zeker, en stop bij KV Mechelen. Ik bedoel, dan houdt het echt op het voetbal bij mij. Dus dat is iets allee, wat je jaren naartoe, je zet dat maar groot gebracht, dat verdwijnt in één keer. En dan een club waar je heel veel emoties hebt mee gekend, maar heel veel. En we waren nooit de topclub, we hebben alles meegemaakt. Je hebt zoveel emoties meegemaakt. We hebben ook nog die... Ik heb, mijn ouders die hebben een buurtwinkel gehad, achter de Racing. Wij waren daar toen, op die moment woonden in heel die buurt, 3 KV-supporters. In de jaren 80. En voor de rest was dat allemaal Racing. Als Racing gewonnen had en KV verloren, dan nog eens om 7 uur 's morgens al aan de bellen van de winkel. En had de Racing verloren en KV gewonnen, dan moesten we als maandags niet happen doen. Want dan zagen we geen kat. Dan kwamen ze niet buiten. En bedoel, op dat moment moest ik ook altijd opkomen van mijn club, achter de Racing. Terug naar 7 december 2002. De klap van de vereffening is nog niet goed verwerkt, of er steken al geruchten de kop op over mogelijke reddingsacties. Maar toen, op het moment dat die vereffening weer uitgesproken, toen was er ook al een groep. Hij had dan dat geval met Fie van Hoofd, Peter Borwa. Mensen waren daar ook. Ik hoorde dat er al plannen waren voor. En ja, daar houden we ook aan vast. Hè. Bedoel, hè, wat gaat er gebeuren? Ja, maar ja, we hebben al een plan, we hebben dit, we hebben dat. Allee. En daar ging er wat mee in verder. Hè. Bedoel, van te zeggen, ja, elke hoop dat er was. Dan hoorde je ook hoe dat het effectief gaat zijn. Bedoel, 2 dagen later staat dan een curator. Ja, dan denk je wel, hey, dan weet je wel echt van, ja, je zit vast. Het is langs de ene kant game over. Hè. Je mag nog zoveel plannen maken. En we denken van, want hetgeen dat er uiteindelijk gebeurd is en hetgeen dat we uiteindelijk verwijzelijkt hebben, dat is logisch is het niet. Ja, we hebben toen beslist van, merchandise was nog niet zo heel levend in Mechelen, ja, buiten de zaken dat Rosie mocht doen. Toen hebben we met een tiental mensen, iets meer zelfs nog, denk elk 50.000 frank binnengelegd. En zo zijn we gestart met het uitbrengen van... Eerst is dan een sjaal, dan hebben we bij United Brands de rest van de t-shirts gaan opkopen, die beginnen verkopen. En dan we hadden gelukkig iemand bij ons in de groep die dat heel inventief was en redelijk zaken te maken die dat goed aanslagen bij supporters. En zo stuk voor stuk zijn we altijd meer en meer beginnen uitbrengen, gewoon voor geld in het laadje te brengen. We hadden wel het grote geluk, alles dat maat brachte, weer gekocht. Allee, het was wel het goede doel ook. Hè. Ja, club in leven te houden. Hè. En een van de grote drijfkrachten achter heel de merchandise, een beetje onze vader op dit moment, dat was de staf, die ons spijtig genoeg ontvallen is. Allee. Dus hij zorgde voor de stok, voor alles dat
Die hield de stok bij, hield de kas bij. En wij zorgden gewoon dat we op straat stonden en zoveel mogelijk verkochten. Dus in hij was er wel de drijvende kracht achter bij alles bij te houden, dat alles perfect in orde was. Die was zelfs zondags nachts nog bijvoorbeeld de stok aan het tellen. Als er twee dingen verkeerd dat moest juist. En dan ook overal de verplaatsing gaan. Want we mochten binnen niks verkopen. Want alles dat binnen verkocht weer, dat werd aangeslagen door de curator. De curator had ons verwittigd van, doe dat niet zo, want dan moet ik het in beslag nemen. En dan moet ik het... Dus wij, tot de wedstrijd begon, stonden wij in het gangske. Sommigen aan het einde, de stadion aan de andere kant van het stadion. En een paar minuten voor het gedaan was, terug naar het kabinet. Terug alles open en verkopen. Ik bedoel, wij zeiden ook, wat is het, volgend jaar naar de Racing zijn of is de KV? Dus je kunt kiezen, ofwel Cup Tate en blijven blijven, ofwel kunnen we naar de Racing. Fans springen in de bres voor hun club. De uitkomst is op dat moment nog uiterst onzeker. De hoop en de trots om er iets van te maken, des te groter. Het belangrijkste voor mij is gewoon dat je naar de club kunt gaan. Van mij moet dat geen club zijn die die resultaten... Je moet elke week naar die club kunnen gaan, dat is het belangrijkste. Want wij hebben met KV Mechelen ook heel veel meegemaakt derde jaren. We waren een club dat konden alles met mij maken. Ik bedoel, met wijze van spreken, ja, nu maken we nog met 2-0 vuil staan. En tegen van de Ruisgunen was het nog de laatste twee minuten. Was 2-2. Ik bedoel, we hebben alles meegemaakt. We hebben mijn 9-0 verloren, mijn 7-0 verloren. We hebben wel alles meegemaakt. Dus we hadden er altijd zo, nog altijd dat er hier afdangen van. Alles kan nog verkeerd lopen. Alles kan goed komen en alles kan verkeerd lopen. Dat was KV. Ik heb nooit met het gedacht gelopen dat het echt volledig gedaan zou kunnen zijn. Dat was nog altijd, wetende dat het gevoel wel gehad van, maar toch nog altijd die deur stond, dat stond wel ergens een deur open, wat er toch nog iets was. Dat hebben we altijd wel een beetje gehad. Dat is ook omdat we toen dat in groep beleefd hebben. We hadden toen met de Originals, kwamen veel samen, we hebben dat heel veel gigantische discussies over gehad. Het is niet dat wij zo'n groep waren die aan elkaar ook meehonden, de ene met de andere. Bij ons was het, ik zeg het, tussen mij en de club is het zwart-wit. Extreem zwart en extreem wit. En dat was in de groep ook, dat werden enorme discussies geleverd. En wel uren en uren tot bepaalde besluiten te komen, op bepaalde dingen te komen. Alles dat er toen te doen was, probeerde bij te zijn. Dus ik ben ook naar die grote markt geweest en we zijn toen ook in kolonne toen naar het stadion getrokken. Dus ja, op dat moment was het enigste dat je moest doen, was je laten zien. Hè. En hopen dat iedereen mij op die kar sprong, dat elke supporter dat er was, dat iedereen mij deed, van jong naar oud. Dat was onze redding. Hè. Mars van de Hoop, er is geen hoop. Die was hij er ook niet. De club was failliet en het ging stoppen.